Podcast is een videopresentatieservice voor websites, webshops en voor op de winkelvloer. Voor de beste demonstratie van producten, diensten en voor trainingen. Heb je diensten en of producten en wil je daarmee naar buiten treden? Dan is Spotcast jouw eigen videoafdeling die alles tot in de puntjes voor je regelt. Ga daarvoor naar spotcast.nl zodat je weet wat we zoal doen en maak daar een account aan zodat je naast bestellen ook teksten kan voorbereiden. Spotcast geeft je online business een ware boost. Leg uit hoe je site werkt, vertel over je producten en verklaar je productcategorieën. Met Spotcast hou je de regie. Wat zijn productvideo's? Productvideo's leggen uit wat producten doen, ze laten de producten zien en melden wat de belangrijkste voordelen zijn. Spotcast maakt productvideo's betaalbaar en makkelijk toepasbaar voor online gebruik. De producten worden hierdoor gemakkelijk gedeeld en veel beter bekeken. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar. Wat zijn brandvideo's? Brandvideo's zijn bedoeld om te branden, dus om een merk herkenbaar te maken. Om dat te doen wordt er op een slimme manier het verband gelegd tussen het merk en de kijker. Spotcast maakt branding door middel van brandvideo's goedkoper en makkelijk toepasbaar voor online gebruik. Het merk wordt hierdoor makkelijker gedeeld en beter herkend. Hallo en welkom bij Spotcast. Mijn naam is Pieter Paul. Graag vertel ik u wat meer over het gebruik van online videomarketing. Met die informatie kunt u uw doelgroepen voortaan makkelijker bereiken. In het huidige bedrijfsleven wordt videomarketing steeds belangrijker. Bedrijfsfilms, product- en uitlegvideo's zijn inmiddels dé manier om een organisatie online te presenteren en veel beter onder de aandacht te krijgen. Bij Spotcast wordt het product of de dienst op een persoonlijke en adequate manier gepresenteerd. Dit gebeurt door mij of een van de andere presentatoren. Onze specialisten kijken samen met u naar hoe wij de boodschap zo effectief mogelijk kunnen inzetten om uw doelgroep zo optimaal mogelijk te bereiken. Wist u dat 70% van alle mensen visueel is ingesteld en dus liever kijkt dan leest? Dus waar banners en geschreven reclames hun doel missen, trekt een op maat gemaakte video veel meer aandacht. De Spotcast Video Service biedt een hoogwaardige videokwaliteit, is efficiënt en misschien wel inspirerend en verrijkend. Biesse is gespecialiseerd in de productie van CNC-gestuurde bewerkingsmachines voor hout, glas, steen, kunststof en metaal. Van kleinere instapmodellen tot complete productielijnen. De Groot is de Nederlandse importeur en dealer voor alle merken van de Biesse-groep. In de showroom staan altijd meerdere modellen voor u aangesloten op stroom en afzuiging om aan u te worden gedemonstreerd. Deze Biesse Rover A CNC gestuurde bewerkingsmachine met balkentafel of vlakke tafel staat garant voor maximale stabiliteit en nauwkeurigheid voor frees-, boor- en zaagwerkzaamheden in de massief houtbewerking zoals ramen, deuren en toogkozijnen, in de kunststofverwerkende industrie en in de interieurbouw. Door de vele opties en uitbreidingsmogelijkheden bepaalt u zelf hoe de machine wordt opgebouwd. Afhankelijk van het type kiest u voor een werkveld van 2500 bij 1320 mm tot 5920 bij 1580 mm en 12 tot 56 magazijnplaatsen.
Een machine met vaste motor wordt optioneel uitgevoerd met een roterende C-as of een 5-assige freesmotor. Daarbij heeft u een ruime keuze uit diverse boorunits. Kies daarnaast voor de allernieuwste Biesse B-Solid software met 3D-simulatie van design en productieomgeving en u bent helemaal klaar voor de toekomst. Loop vrijblijvend binnen voor een persoonlijke demonstratie of maak een afspraak. Mijn collega's staan voor u klaar. Het kopen van bakstenen is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid. Daarom helpen wij u graag bij het maken van de juiste keuze. Onlinebakstenenkopen.nl biedt een groot assortiment bakstenen. Waar moet u op letten? En wat komt erbij kijken als u op zoek gaat naar bakstenen? Op onze webshop onlinebakstenenkopen.nl vindt u filmpjes met uitleg over de belangrijkste onderwerpen. Naast de webshop hebben we ook showrooms in Wanrooi en Eersel, waar onze deskundige adviseurs u graag te woord staan. De keuze voor een bepaalde baksteen begint bij uw eigen idee. Bent u op zoek naar een bepaalde kleur of is misschien de uitstraling het belangrijkste? Het kan ook zijn dat u richtlijnen van de gemeente meekrijgt, waar uw woning aan moet voldoen. Het soort project kan ook van belang zijn. Bij een woning worden er vaak andere bakstenen gebruikt dan bij een kantoorpand. Ook als u dezelfde stenen als uw buren wilt gebruiken, helpen onze adviseurs u graag. Wij verkopen alleen bakstenen van A-merken met het Como keurmerk. Dat is garantie voor hoge kwaliteit. Welkom op Branding Plaza, het hoofdkantoor van je personal branding. Personal branding is de kunst om zichtbaar en herkenbaar te worden bij mensen waar je met name zakelijk mee omgaat. De zichtbaarheid is een technische kwestie die we op onze profielen loslaten. De herkenbaarheid is een persoonlijke kwestie die vaak ingegeven wordt door de kracht van de boodschap en je uitstraling. Wil je dat we je helpen met een zakelijk profiel met alles erop en eraan op Branding Plaza, zodat je hiermee veel nieuwe contacten kan maken? Neem dan hier contact met ons op. Bumpies are fun, colorful, and extremely strong dog toys. With our trademark, Cuckoo Eyes, Bumpies are scented, extremely durable, and created from the best quality rubber. This toy has instant appeal for your dog. For dog lovers, Bumpies come in a range of different colors. For the dogs themselves, a range of different flavors, such as strawberry, apple, and mint. And always in just the right size. Bumpies come both with and without a rope. The bumpies without a rope ensure dogs can entertain themselves. Dogs love gnawing on bumpies.
And you can fill them with all sorts of delicious treats that increase both the enjoyment and life of the toy. The combination of possible fillings for bumpies are endless. The bumpies with a rope is a great way to enjoy time with your dog. With a rope firmly anchored in the bumpies with an ABS ring, you are guaranteed to have unbroken and unlimited fun. When choosing which bumpies is best for your dog, it's easy. The bigger the dog, the bigger the toy. That's why bumpies come in a variety of sizes, ranging from less than 20 pounds to more than 60 pounds. Bumpies are also available in a range of eye-catching colors, with a choice of yellowish green, hot pink, and Peruvian blue. See the reverse side of the packaging for instructions on how to use your bumpies. Discover which bumpies is best for your dog and choose to create a nearly indestructible friendship. Bumpies, for dogs to bump along. Spotcast is een videoservice die geschikt is voor de vervaardiging van strakke en bovenal duidelijke short broadcast infofilmpjes. Onze focus ligt op efficiënt en doelgericht produceren van videocontent. Om dit te kunnen laten zien, hebben we met onze methode een aantal bekende communicatietips voor u uitgewerkt. Hoe kun je je communicatie met anderen verbeteren? Het is belangrijk om goed te communiceren. Of het nu om relaties, vrienden of collega's gaat, door goed te communiceren stel je jezelf en anderen in staat om een prettiger leven te leiden. Gebruik zoveel mogelijk open vragen. Een open vraag begint doorgaans met woorden zoals wat, wanneer, hoe en waarom. Een voorbeeld van een open vraag is: wat vind je leuk om in je vrije tijd te doen? Ik vind het leuk om naar de bioscoop te gaan, het theater te bezoeken en te sporten. Gesloten vragen kun je in een gesprek beter vermijden. Een voorbeeld van een gesloten vraag is: doe je dit eigenlijk al lang, video's produceren? Ja, inderdaad. Een gesloten vraag remt een gesprek vaak af, want het antwoord is doorgaans ja of nee. Het stellen van open vragen zorgt ervoor dat een gesprek vlotter verloopt. Actief luisteren. Hiermee maak je het je toehoorder duidelijk dat je echt luistert. En nog belangrijker, dat je de inhoud begrijpt. Ja, het werk duurt altijd lang en de handelingen zijn telkens hetzelfde. En volgens mij is mijn collega niet bepaald op mij gesteld. Als je op hebt gelet, zou je op dit moment in staat moeten zijn om samen te vatten wat de andere persoon tegen je gezegd heeft. Hé, het klinkt alsof je niet bepaald gelukkig bent op je werk. De cocon. Soms is het moeilijk om je op het gesprek te concentreren. Het kan aan een lawaaiige omgeving liggen, maar het kan ook zijn dat je met je eigen gedachten ergens anders bent. Om je hierbij te helpen, stel je een denkbeeldige cocon rondom elkaar voor. Dit stelt je in staat om je beter op het gesprek te concentreren. Als iemand probeert om met jou te praten, is je lichaamstaal heel belangrijk. Richt jezelf tot de andere persoon. Kai, ik heb je advies nodig. Ja. Kai. Ja. Ga niet door waar je mee bezig bent, maar draai je om en kijk de ander aan. Geef vervolgens de aandacht die de andere persoon verdient. Kai, ik heb je advies nodig. Tuurlijk, waar kan ik je mee helpen?
Goede communicatie bereik je door al je aandacht op het gesprek te richten. Trek niet te snel je conclusie als je in gesprek met iemand bent. Ga er niet vanuit dat je weet wat de ander denkt en hoe die zich voelt. Ik neem aan dat je het daarmee eens bent. Mooi, dan gaan we het zo dus doen. Beter is het om te vragen of de andere persoon zich daarover op zijn of haar gemak voelt. Op die manier houd je echt rekening met de ander in plaats van het projecteren van je eigen idee. Vermijd antagonistisch of confronterend taalgebruik. Een voorbeeld van een antagonistische zin is... Hé, dit is mijn plaats. Je staat op mijn plaats. Een antagonistische zin kan overkomen als een aanval. Het is dus veel beter en prettiger om zinnen te gebruiken zoals... Sorry, ik geloof dat u op mijn plaats staat. Vooral onnodige confrontaties leiden tot minder conflicten. Minder conflicten leiden tot een prettiger leven. Doe daar gerust je voordeel mee. De podcast is een videoservice die diverse soorten video's kan produceren. We maken het u heel makkelijk. U levert het script en wij zorgen voor de rest. We leveren de acteurs en actrices, nemen alles op, zorgen voor de huisstijl, graphics en animaties en voorzien het geheel van passend geluid. Ook regelen we de benodigde beeld- en geluidsnabewerkingen en de gebruikstoestemming. Doordat we het productieproces hebben opgezet, kunnen we beter en efficiënter produceren. We onderscheiden een aantal manieren waarop we teksten voor u kunnen opnemen. Het kan per zin of stukjes van 20, 30, 45 of 60 seconden. Opnames van vele korte stukjes zijn uiteraard goedkoper dan langere stukken. Ook belonen we wanneer teksten makkelijk leesbaar zijn. Iets dergelijks geldt ook voor graphics en animaties. Voor de meeste zaken geldt, hoe meer u bestelt, hoe meer korting u krijgt. Wilt u ook snel videocontent voor een betaalbare prijs? Neem dan contact met ons op. We zitten voor u klaar. Nou, we zijn nu concreet op de beurs en we gaan een aantal situaties doen waarvan we willen weten. Ja, hoe zouden jullie reageren? En we spelen ze even uit. Nou, Arjen, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ja. Even het eerste scenetje doen. De beurs is begonnen en dan komen er dus zomaar mensen langs. Ja, het is gewoon net een echte beurs. Ik heb maar één vraag. Wat had hij moeten doen? Ja, hij moet interactie zoeken, oogcontact en even wat vragen. Ik zal even kijken of hij daartoe bereid is. Of je oogcontact wil maken en een vraag stellen. Oogcontact. Denk je dat het kan? Ik ga mijn best doen. Ga jij je best doen? Doe dat. Kan ik u helpen? Nee, dank u wel. Kan ik u helpen? Een van de meest gehoorde zinnen op beurzen, winkels en weet ik veel wat. En heel vaak is het antwoord nee. Dat is een gesloten vraag. Die is op zich niet verkeerd, maar hij levert zo weinig op. Zou het antwoord zijn open vragen? Hè? Dat zou het betere zijn. Of je een open vraag wil stellen, zoiets van... Brengt u op de beurs? Wat zoekt u vandaag? Dingen. En dan heb je de kans dat er interactie is. En 93 punten. Dat heb je goed gedaan. Kunt u het vinden? Nee. Oh. Was geen open vraag, Han, nee. Denk ik.
Hij zegt het zelf al, dat was geen open vraag. Onze man is hardleers. Hij kan beter denk ik maar op cursus gaan. Maar één ding, open vraag is een handige. Ik denk dat ik deze even meeneem. Want jongens, dit is een leuke vriend. Daar kun je hele leuke dingen mee doen. Op de beurs heb je er niks aan. Ja, je hebt sommige organisaties waar je daarmee moet registreren. Maar hij doet niets voor je business. In het contact doet hij niets voor je business. We gaan naar een andere scène. En dat is als er iemand op enige afstand naar je stand staat te kijken. Dat heb je namelijk ook wel eens. En die gaan we nu eens even bekijken hoe die eruit ziet. Kent u ons bedrijf? Pardon? Kent u ons bedrijf? Nee. 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 Kent u ons bedrijf? Nee, natuurlijk kent hij... Nou, misschien kent hij je bedrijf wel. Maar kent u ons bedrijf? Wat is hier aan de hand? Je geeft zo'n 2.000, 3.000 of 500 euro per uur uit. Voelt die lekker? Nog niet. Nog niet helemaal. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want ja, er komt iemand langs. Nee, ja, wat zeg ik? Er komt niet iemand langs. Er staat iemand stil. Er staat iemand stil. Dus die heeft geen dynamiek, maar staat gewoon stil. Daar zou wat aan de hand kunnen zijn. Misschien is het handig om daarna te vragen. Van joh, wat trok uw aandacht? Waarom staat u stil? Waarom gaat u binnenkomen? Dat is een hele brutale natuurlijk als je die durft te vragen. Maar dit is natuurlijk waar het over gaat. Er zijn kansen te over. Er zijn kansen te over. Het is, ja... En, maar je ogen moeten wel openstaan voor deze kansen. En dit is er dus één. Er staat er één op afstand. Ben oprecht geïnteresseerd. Probeer erachter te halen. Wat was dat dan? He? Als hij langsloopt heeft hij dynamiek. Maar hij staat nou gewoon stil. Dus open vraag. Ja, die blijf ik vandaag nog wel een paar keer herhalen. Wat leuk dat u hier stilstaat. Aan alle stands. Ja. Wat trekt u aan onze stand? Goeie vraag. Dat is dus gewoon een uitstekende vraag. Misschien voelt hij in het begin een beetje... Nee, nou ja, zeg even, wat is dat? Maar dit is een uitstekende vraag om het gesprek te openen. Dus hier gaat het om. Nou, daar heb je nog een scène. Daar gaan we nog even een stukje verder. Dan heb je misschien wel wat liggen. Wat leuks liggen. Product of weet ik wat. Of een folder of weet ik wat. En mensen lopen niet langs. Zitten niet van afstand te kijken. Nee, die staan ook daadwerkelijk. Pakken ze misschien wel vast wat je hebt. Wat doe je dan? Eerst niks doen. Ja, dat is mooi, hè? Ja, heel mooi, ja. Ja. En vertwijfeld blijf hij achter. Ja, dat is mooi, hè? Nou, dat is het zeker. Het is namelijk een hartstikke mooie pen. We kennen allemaal die film Sell Me This Pen. The Wolf of Wall Street. Maar daar gaat het vandaag natuurlijk helemaal niet over. Wat had hij nou kunnen zeggen? Ik bedoel, wat is nou een hele brutale zin? Kom eens even. Wat is een brutale zin? Daar ligt daar een pen. Je verkoopt pennen. En er zijn al helemaal pennenverkopers. Wat zou die kunnen zeggen? Ja, een hele brutale zou kunnen zijn. In welke kleur wilt u hem hebben? Want dit is een zwarte. Hij zou ook kunnen zeggen, hoeveel wilt u er hebben? Of... Wanneer gaat u daar de opdracht mee schrijven? Dat is allemaal hele brutale zinnen. Zeggen mensen, oh, nou kun je dat wel zeggen. Ga je één ding zeggen, dan breek je wel het ijs. Dan gebeuren er dingen. Maar ja, we zullen eens even kijken of hij durft. Dus verzin eens wat leuks. Succes. Heeft u het geheime ledlichtje al ontdekt? Nee. En we hebben dit niet afgesproken, maar hij blijft maar die gesloten vragen erin gooien. En daarmee tonen we aan dat dat namelijk nog best wel lastig is. Arjen, dat is gewoon nog best wel ja, lastig. Dat is dat heel lastig. Dat moet jij toegeven. Want ik dacht met het geheime ledlichtje, daar trigger ik hem wel mee. Maar dan zal ik jou een tip geven. En dan is de vraag, waar zit het geheime ledlichtje? Want dan moet hij dat ding nog eens beetpakken. Moet hij zeggen, oh, er zit blijkbaar een geheim ledlichtje in. En het zit hem in de nuance. Want wat jij zegt is natuurlijk prima. Daar gaat die man ook mee stoppen. Want, voor stoppen. Maar het is precies, om dan nou net even die finesses te hebben. Dat is waar het hier over gaat. En daarom, dames en heren. Moet je je mensen daarin trainen? Moet je mensen daarin opleiden? Of in ieder geval met elkaar eens samen zitten. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die contacten maken? En ik kan u nog wel meer scènes verzinnen. Hoe kom je van iemand af? Daar staat iemand en dan je denkt, joh, kan jij niet eens weg? Of er staat iemand met een brochure in zijn handen. Ja, die heeft van de drie brochures heeft hij er één gekozen. Waarom nou juist specifiek deze? Dat zijn concrete vragen waarmee je het gesprek aan de gang krijgt. We doen dat nog een keer dan.
We doen hem nog een keer. Hij wil hem nog een keer doen. Nou, we zijn nu benieuwd of onze acteur, alias a.k.a. de professor, want u heeft hem natuurlijk al herkend, of die nu wel stopt. Ja, de telefoon gaat, sorry. Ja. Ik moet u even onderbreken, dank u. Ja. Ja, kom maar. Ik dacht dat ik hem natuurlijk al afgepakt had. Ja, ik zeg niet dat je je telefoon moet afpakken, maar dit gebeurt dus daadwerkelijk. Het was echt... wilde het opnieuw doen, wilde het goed doen, kreeg een telefoontje. Ik bedoel, ik zal hem nu weghalen en... Sell me this pen. Waarom denkt u dat deze pen anders is dan andere pennen? Ik heb geen idee. Het is een mooie pen, maar vertel me er eens iets meer over. Absoluut een mooie pen. Ja. Maar er zit hier achter zit een luikje. Kijk, doe hem open. Wat zit hier? Ja. Goh. Dat is mooi, hè? Ja, en dit is mooi. Dit is heel mooi. Dit is uitstekend, want je ziet, ze gingen naar elkaar toe. Die beweging. Ja, volgens mij was er wel interesse, professor. Ja, ik ben bijzonder geïnteresseerd geraakt in deze pen. En in de man die het allemaal vertelt. Ja. Nou, we hebben best wel een beetje zuurig tegen geweest. Ja. En dat geeft ook helemaal niet. Want we willen alleen maar dat die beurs een succes wordt. Maar ik vind eigenlijk dat we, zeker voor die langslopen, laten we even een korte brainstorm doen. Wat zijn nou, Ruud, wat zijn nou een goede zin? Dan loopt iemand langs en je denkt, nou, ik wil toch interactie. Wat zouden we kunnen vragen? Ik zou willen weten, wat is het mooiste wat u al gezien heeft vandaag? Wat is het mooiste wat u al gezien heeft? Goeie vraag natuurlijk. Wat is en als we bij einde dag zijn, dan... wat is het mooiste, dat is voor het einde dag. Begin van de dag is, wat hoopt u te zien? Heb jij nou een leuke voor het... Moet die wel open zijn, hè? Waar open zijn? Ja, heel raar dat mensen op het verkeerde been zetten. Waar kan je hier de lekkerste koffie drinken? Terwijl je zelf op zijn beurs stemt. Dus lachen toch? Dat is best wel een beetje een rare vraag. Dat mensen een beetje off-guard raken. Ja. Dat is goed, oké. Okay. Of wat vond u van het WK tot nu toe? Dat is in allerlei actualiteit is dat een hele goeie. Dus, nou, weet je, dan gaan we naar de volgende scène. Die man die op afstand staat te kijken. Wat zou ik... Kijk, oprecht moet je je afvragen, wat wil ik van hem weten? Kijk, hij staat stil, dus mijn tip is altijd, geef even een korte bijzijn aan. Goh, ik zie u zo kijken, wat trok uw aandacht? Er is iets wat zijn aandacht trok. Of ik zie u zo kijken, waarom gaat u binnenkomen? Waarom ga ik binnenkomen? Of ik zie u zo kijken... Waar wilt u wat meer over weten? Want ze kijken naar het brede beeld van de stand. Maar er zijn misschien diverse onderdelen. Hè? Of welk onderdeel trok uw aandacht? Heb jij nog een leuke? Ja, als iemand kijkt en zegt... Wat kijkt u blij? Wat trekt u aan in onze stand? Mooie vraag. Wat moet ik nu weer in de stand te krijgen? Dat zijn ook allemaal goede vragen. Nou, dan heeft hij inderdaad werkelijk wat vast. Nou, daar heb ik er volgens mij al een paar van gegeven. Wat gaan we die mensen meegeven? Wat gaan ze nu doen? Hoe moeten zij dit nu een goed vervolg geven? Ik zou gewoon met het hele team voorafgaand als je naar de beurs... Ga lekker zitten aan een tafel en ga gave openingszinnen bedenken. Dat is echt een heel goed idee. Open vragen. Ja, een heel goed idee. Goed idee. Of ga de markt op. Misschien zijn er wel boekjes over geschreven. Whatever. Maakt niet uit. Maar doe iets met je team. Veel succes. Cuckoo toys are designed for your pet with a unique and original character. They are colorful, fun, and guarantee 100% playtime pleasure for your four-legged friend. Cuckoo, crazy for pets.
Slagvaardig ondernemen is vaak niet makkelijk. Herkenbaar? De nodige afstemming organiseren kost tijd en dus ook geld. Zou het niet fijn zijn om voor zoveel mogelijk zaken één aanspreekpunt te hebben? Danda is het aanspreekpunt voor inspiratie, creatie, video en SEO en SCA. Kortom, één aanspreekpunt voor uw digitale marketing en communicatie. Alle A-merken verf met flinke korting. Vandaag besteld, morgen in huis. Verfwinkel.nl, de grootste online verfleverancier van Nederland. De Altendorf F45 Elmo Drive formaatzaag heeft een 12-inch touchscreen en bevat de meest moderne en uitgebreide besturingstechniek voor formaatzaagmachines. Met het bedieningspaneel op ooghoogte legt u bijna 10.000 snel oproepbare programma's vast en heeft u toegang tot functies zoals geometrische vormen, verstekzagen en gereedschapsbeheer. Optioneel kiest u voor een elektromotorische bediening van alle assen en een naar twee zijden zwenkend zaagaggregaat. Ook bij dit model heeft u een ruime keuze uit de vele beschikbare opties en uitbreidingspakketten. Altendorf formaatzagen zijn geschikt voor iedereen die hout, kunststof of aluminium bewerkt. De Groot is dealer voor Nederland en Vlaanderen en heeft alle modellen opgesteld staan in 16.000 vierkante meter showroom. Van de WA6 tot en met de meest uitgebreide F45 Elmo Drive formaatzaag. Loop vrijblijvend binnen voor een persoonlijke demonstratie of maak een afspraak. Mijn collega's staan voor u klaar. Rennen, vliegen, haasten, een drukke baan, een partner, kinderen of vrienden en vriendinnen waar je tijd mee wilt doorbrengen. En dan ook nog regelmatig sporten of andere leuke dingen doen. We leven in een tijd die bol staat van de activiteiten. En je lichaam vraagt om gezonde brandstof, maar we hebben hier steeds minder tijd voor. De Fit Green Hero maaltijd is een goede aanvulling op een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Laten we eerlijk zijn, een maaltijdshake is geen complete vervanger voor al jouw maaltijden, maar wel ideaal als ontbijt, lunch of tussendoortje. Het bevat alle essentiële voedingsstoffen en 25% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine en mineralen. Makkelijk voor onderweg of tussen alle bedrijvigheid door, zodat je weer uren door kan. Je hebt de keuze uit twee lekkere smaken, vanille en blueberry. We hebben een groot verpakking en voor onderweg of om te proberen zijn er handige portieverpakkingen. Iedereen heeft het over inbouwmarketing. Wat is dit fenomeen? Wat is de achterliggende gedachte? Inbouwmarketing gaat over informeren in plaats van meteen willen verkopen. Het gaat over zichtbaar worden bij je doelgroep en zoveel mogelijk over je doelgroep weten. Inbouwmarketing is een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Vroeger, toen de wereld nog bijna plat was, leefden de meeste mensen nog niet in de stad, maar op het platteland of in dorpen. Kenmerkend aan dorpen is dat de meeste mensen elkaar kennen, soms ook te goed. Als je een brood nodig had of een kapper, dan wist je waar je naartoe moest. We hadden toen geen Google of Facebook nodig om iemand te vinden. Het bestond gewoon, of het bestond niet. Wat we in de afgelopen 150 jaar hebben meegemaakt, is dat alles veel massaler is geworden. Mensen zijn massaal van het platteland en de dorpen naar de steden getrokken. En tegenwoordig kennen we minder mensen in onze directe omgeving persoonlijk. Omdat het leven in een grote stad en samenleving zoveel keuzemogelijkheid biedt, dat het vanzelf anoniemer is geworden. Dat neemt niet weg dat mensen op zoek gaan naar hun soortgenoten en zaken die hun belangstelling hebben. Mede daardoor hebben we nu online gemeenschappen gekregen die iets van deze onbalans rechttrekken. Het zijn zoekmachines, online diensten zoals webwinkels, zoals marktplaatsen, sociale media en zelfs navigatie. Allemaal middelen om in die massa je weg te vinden.
Het is al lang niet zo dat iedereen alle online vriendenpersonen kent, maar het effect is vergelijkbaar. De mensen in dat netwerk hebben meer vertrouwen en zijn benaderbaar. Inbound marketing kun je vergelijken met een terugkeer in de tijd, toen alles nog overzichtelijker was, maar dan in ons heden. In het dorp van vroeger bestond er alleen inbound marketing. Je kende je omgeving en die kennis bepaalde je bewegingsruimte. In de grote massa, in een grote stad, was aanvankelijk iedereen zijn plaats een beetje kwijt. En dat zijn we met inbound marketing middelen aan het terugwinnen. Inbound marketing is op abstract niveau een vorm van personalisatie. En net als in het dorp waar de klok ieder uur te horen was, is frequentie de motor van het geheel. Frequentie maakt het onderscheid tussen massa en individualiteit. Hoe? Als je in het dorp te voet naar school liep, liep je iedere dag 2 keer langs de bakker en de slager. Zo wist je direct waar je heen moest als je hun producten nodig had. En zo werkt het ook in de huidige inbound marketing. Alleen hebben de aanleidingen zoals naar school lopen nieuwe namen zoals bloggen, vloggen, mailen, posten. Met gereedschappen als YouTube, WordPress, Mailchimp en Spokel. Het draait dus om het verkleinen van de afstand door herkenbaar te zijn. Personalisatie. En regelmatig van je te laten horen. Frequentie. Ben je goed en vindbaar, dan is de kans groot dat je daardoor veel makkelijker verkoopt. Personalisatie en frequentie. Die vormen de basis. De inbound marketingstrategie en executie zijn middelen waarmee je aandacht verkrijgt. Het is een technische terugkeer naar de overzichtelijkheid van het dorp. Binnen onze massale samenleving. Terugkeer uit de massaliteit die toch nooit weggaat. Naar iets wat dichter bij jezelf staat. Er is geen quick fix. Wel een less work fix. En het draait om het oeroude principe van het verkrijgen van vertrouwen. Wie met inbound marketing aan de slag wil, kan contact met ons opnemen. We zijn u graag van dienst. Wat zijn informatievideo's? Informatievideo's of infovideo's brengen een onderwerp in beeld met inzet van beeld en geluid. Het onderwerp wordt dus in beeld uitgelegd en toegelicht. Spotcast maakt informatievideo's betaalbaar en makkelijk toepasbaar voor online gebruik. De informatie wordt hierdoor makkelijker gedeeld en veel beter bekeken. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op. Wij staan graag voor u klaar. Wijzernol-dekkend halfglansverf is een vochtregulerende, halfglanzende buitenverf op basis van alkiethars. Een groot voordeel van dit product is dat het zowel een grondverf als een aflak is. Wijzernol-dekkend is ook verkrijgbaar in hoogglans. Deze verf wordt ook wel een dekkende bijts genoemd en is dus zeer geschikt voor het afwerken van tuinhuisjes en houten gevelbekleding. Wijzernol-dekkend heeft een rendement van 15 vierkante meter per liter en gaat tot wel 5 jaar mee. Bij verfwinkel.nl is wijzernol-dekkend halfglans verkrijgbaar met flinke korting en te mengen in vrijwel iedere gewenste kleur. Verfwinkel.nl, de grootste online verfleverancier van Nederland. Wijzernol LBH SDT Ultra Hoogglanslak is een innovatieve hoogglanslak voor buitentoepassingen met een beschermingstermijn van maar liefst 12 jaar. De lak is op basis van gesiliconiseerde alkiethars. Het geeft een extreem hoge aanvangsglans en heeft een optimaal glansbehoud. In de lak is de speciaal ontwikkelde Super Durable Technology verwerkt, oftewel SDT. Voor de meest optimale bescherming tegenover het Nederlandse klimaat. De Wijzernol LBH SDT Ultralak is een van de meest weersbestendige lakken van Nederland. Bij verfwinkel.nl is de Wijzernol LBH SDT Ultra Hoogglanslak altijd verkrijgbaar met flinke korting en te mengen in ieder gewenste kleur.
Verfwinkel.nl, de grootste online verfleverancier van Nederland. Wat is urethaan-alkiethars en hoe wordt het in verf toegepast? Urethaan is een modificatie van het terpentine gebonden bindmiddel van de verf die deze sterker, slijt- en krasvaster maakt. Verfwinkel.nl, de grootste online verfleverancier van Nederland. We leven in het tijdlijntijdperk. Iedereen loopt vandaag de dag met een telefoon. En als dat het niet is, dan is het wel een tablet of er komt iets binnen op de desktop of de televisie. We worden omringd door informatie die ons alsmaar bezighoudt. Maar door al die informatie is het ook steeds moeilijker aan het worden om als bedrijf in beeld te komen en vooral in beeld te blijven. Vroeger maakte een organisatie één bedrijfsfilm. Dat gebeurt nog steeds, maar als men dat materiaal online zet, verkrijgt men meestal een paar dagen aandacht en daarna verdwijnt je organisatie weer uit beeld. In het tijdperk van de tijdlijn is aandacht van korte duur. En dat vraagt om een aanpak die daarop inspeelt. Je organisatie heeft dus niet één, maar 50 video's per jaar nodig. Ja, 50. Op die manier heb je iedere week een vers aanbod op sociale media, in de mailings en ook op je website. Je krijgt hierdoor een vaste kring volgers en kijkers. Wil je weten wat het allemaal betekent om zo aan de slag te gaan? En wil je nog meer mogelijkheden ontdekken waarmee je je producten onder de aandacht brengt? Neem dan vooral contact met ons op. Welkom bij Wijzer.info, de denktank voor je organisatie. Je denkt al te weten wat er niet goed gaat in je organisatie. Je hebt diverse adviseurs gesproken, maar het is lastig om er ook werkelijk naar te handelen. Want je bent op allerlei manieren op onbekend terrein. Je weet dat je website niet genoeg bezocht wordt. Je vermoedt dat de content niet meer aansluit bij de klantvraag van deze tijd. En je hebt eigenlijk niet genoeg tijd om orde op zaken te stellen. Wie kan je daarbij van dienst zijn? Het moet een partij zijn die op de ontwikkelingen van vandaag vooruit loopt, betrouwbaar is, die zelf onderzoekt, organisatorisch en productioneel in staat is om alles te realiseren en, last but not least, ook nog betaalbaar is. Wijzer.info richt zich op het uitbreiden van online activiteiten, inbound video en cruciale technologie van je website. Ga je met ons in zee? Dan verzorgen we een inventarisatie, een plan, een prijs, een termijn en de hele verdere uitvoering. Neem vandaag nog contact op en ontdek de voordelen. Weet je dat de technologie van jouw website net zo belangrijk is als wat erop staat? Jouw website wordt beter gevonden wanneer deze aan een aantal criteria voldoet. De gehanteerde techniek bijvoorbeeld en verborgen code. Onze webbouwers werken daarvoor nauw samen met ons videoteam. Want als de techniek klopt, dan helpen video's je aan een veel hogere Google-notering. Door die techniek komen die video's op elk apparaat maximaal tot hun recht. En ben je gegarandeerd van de technologie die Google wil zien om jou vindbaar te maken. Ga je met ons in zee? Dan zorgen wij voor een inventarisatie, een plan, een prijs, een termijn en de hele uitvoering. Wil je dat het internet voor jou werkt in plaats van andersom? Neem vandaag nog contact op en ontdek alle voordelen. Oké, ik ben nu bij de studio. Dit is in Rosmalen bij Danda of Spotcast. En hier kan ik zo naar binnen lopen en kan ik mijn opname maken. Dus loop even mee en dan zie je dat, hoe dat eruit ziet. Nou, ik ben hier een beetje kind aan huis, zullen we maar zeggen. Wel meer opnames hier gemaakt. Hier loop ik de studio in. Daar zit Kai al klaar. Hallo Albert. Daar is mijn plekje. En nou, hier ga ik dus staan. En dan sta ik kant en klaar. Ik zal je even laten zien hoe het eruit ziet. En kunnen we beginnen met de opnames. Wat heel belangrijk is, is dat je goed geluid hebt. Ik heb een microfoon om. Er zijn heel veel mensen met heel slecht geluid op video.
Zorg dat je licht hebt. Ik tel hier iets van 6 lampen, zodat er in ieder geval licht op je staat. En zorg voor een vaste opstelling. En je hebt altijd afstand nodig tot de camera. In dit geval is dat 2 meter ongeveer. Maar je hebt ook een stuk breedte nodig. Je kan een studiootje niet in 2x2 doen. Je hebt echt een stuk ruimte nodig. Dus heb je die ruimte thuis of heb je die ruimte op kantoor, dan kan je dat inrichten. Maar elke keer alles opbreken of opzetten en afbreken, dat is best wel een gedoe. Je ziet ook heel veel YouTubers, die hebben een vaste achtergrond. Die doen dat in huis. Maar die hebben gewoon een aparte ruimte ingericht waar ze altijd in filmen. En elk potje pannetje is uit beeld en de achterkant past helemaal bij het verhaal. Ik kijk veel gadgets, dus dan zie je vaak altijd mooie gadgets op de achtergrond. En ben je een blogger of een vlogger over koken, nou, dan zie je die omgeving. Natuurlijk kan iedereen ook met een cameraatje in de hand lopen. Kan je ook heel veel leuke dingen doen, maar het is prettiger, zeker voor een webinar, om dat gewoon in een solide omgeving te doen. En het voordeel van een studio, daar is alles aanwezig. Een studio inrichten, ja, kost duizenden euro's. Voor je het weet ben je echt 10.000 euro kwijt aan een camera, aan licht, aan andere dingen. Je kan natuurlijk met een GoPro en met een lampje en een microfoontje heel snel iets doen. Maar als jij een stuk continuïteit wil en dat er een bepaalde professionaliteit uitstraalt, ja, dan moet je toch echt wat meer geld uitgeven. Bepaal ook de uitsneden. Wat wil je wel in beeld, wat wil je niet in beeld? Ik heb hier nou een tafel met een toetsenbord, omdat ik af en toe op de volgende slide wil tikken. En dan laat ik de slide in beeld komen en dan kan jij dat zien. En ik heb er ook al verteld, wie vertelt het verhaal? Vertel je dat zelf of niet? Nou, de achtergrond is ook belangrijk. Ik kies in dit geval voor een witte achtergrond, maar je kan ook kiezen voor een groene achtergrond. Oké, ik sta nu in de groene omgeving, de green screen. Nou ja, iedereen kent inmiddels dat trucje. Het kunnen ook soms andere kleuren zijn. En dus een groen scherm kan je wegtoveren. Nou, en nu is het weg. Nou heb ik gewoon de achtergrond van kantoor. Of misschien een andere achtergrond. En nu staat deze achtergrond. Nou, het is aan jou wat jij prettig vindt. Ik vind zelf een witte achtergrond prettig. Dus ik ga weer gauw terug naar de witte achtergrond. Opnames in de studio heeft mijn voorkeur of een ruimte permanent inrichten op kantoor. Allebei goed. Je ziet ook dat onderwijsinstellingen, die hebben gewoon een vaste ruimte waar ze binnen kunnen lopen. Alles staat ingesteld, je gaat staan, je gaat verhaal vertellen, alle techniek is geregeld. En je kan je echt alleen richten op de content. Dat is gewoon prettig. Oké, ik ben nu bij de studio. Modern IT users demand permanent access to real-time information anywhere, anytime, and from any device. They expect simplicity and ease of use with maximum flexibility and availability. Opposed to these wishes and demands are many restrictions of the IT infrastructure, of the available budget, and the available manpower to keep IT running. To meet modern challenges, an integrated approach is needed of network, computing and storage, with consolidation and virtualization at every level. This is why Cisco and NetApp jointly developed FlexPod. FlexPod is a pre-validated data center solution based on 3 components: Cisco UCS servers, Cisco Nexus switches, and NetApp unified storage systems. FlexPod is scalable, flexible, and manageable from one single management console. For many leading applications, validated FlexPod solutions are available. To assemble these validated solutions, knowledge is required of both NetApp and Cisco components. As a value-added distributor for NetApp and Cisco, Avnet Technology Solutions holds a unique position. The Avnet Solution Center in Tongeren, Belgium is one of the few places in Europe where complete FlexPod solutions can be built and validated. The Avnet Solution Center is part of the Avnet European Distribution Center. 34,000 square meters where over 1 million packages are being shipped every year. As the world's largest distributor of electronic systems components, Avnet works to the highest standards. The Solution Center is specially equipped for safe assembly of complex IT solutions like FlexPod.
As you can see, we are working in an ESD environment. Electronic parts like CPUs become packed more and more with transistors and become more sensitive for ESD. To avoid parts to be damaged, we are using a grounding mat and all our technicians are wearing an anti-static jacket and ESD shoes. Behind me you can see the engineering department. They are responsible for the first articles building instructions that are needed for the production. Based on the building instructions, the required FlexPod configuration is carefully assembled by NetApp and Cisco certified engineers. All technicians need to be NCDA and NCIE certified to comply with the high standards of Cisco. Building a FlexPod configuration is a complex logistic operation that needs to be planned carefully. As soon as all components are complete, they are collected, unpacked, and registered. For each system, all components are placed on a separate cart and assembled in the ESD room. After assembling the FlexPod solution, it needs to be configured and tested. This is facilitated by the AFNET Solution Center as well. A private network can be created to give customers the chance to simulate the intended end situation. As a value-added service, we offer a data room as a demo environment to be accessed through VPN. This is in line with AFNET's green policy. By having this kind of demo possibilities, we can avoid unnecessary transport and costs for potential customers. As soon as the FlexPod solution is completely assembled, configured, and tested, it can be delivered on location. For safe transport, the FlexPod is disassembled and all sensitive components are carefully packaged. Installation on location can be done by the reseller or by AFNET installation service engineers. AFNET's specialist knowledge, the available facilities, and extra services result in a worry-free delivery of your FlexPod solution. You have one single source for the products, assembly, testing, technical expertise, and pre-sale support. Configuring and testing can be done before the FlexPod is shipped. The AFNET FlexPod services save you time, money, and help you make the FlexPod promise come true. A validated, integrated, and working data center solution, ready to deploy. Uw nieuwe woning is uitstekend geïsoleerd en heeft geen gasaansluiting meer nodig. De Nilan Compact P is een extreem zuinige totaaloplossing voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. De verschillende functionaliteiten zijn efficiënt samengebracht in één compact toestel. Naast de compactheid van het toestel is met name de synergie tussen de verschillende functionaliteiten en de eenvoudige bediening een groot voordeel. Als eindgebruiker bepaalt u via een eenvoudig touchscreen wat voor u de meest optimale temperatuur is. Eenmaal ingesteld, zorgt de Compact P er automatisch voor dat uw woning het gehele jaar wordt voorzien van het meest optimale binnenklimaat met een zeer lage energierekening. Wanneer we onze woning goed isoleren en luchtdicht maken, is het hebben van een goede ventilatie een noodzaak. De ventilatie door een Compact P is op basis van warmte-terugwinning uit lucht die wordt afgevoerd vanuit vochtige ruimtes, zoals onze badkamer, keuken, toilet en berging. Deze afgevoerde en warme lucht zal door de warmtewisselaar lopen. Vervolgens zal de frisse en verse buitenlucht hiermee worden opgewarmd. Hierdoor ontstaat automatisch een warmte-terugwinning die naast energiebesparing ook het comfort van de woning verhoogt. Een geïntegreerde sensor zorgt er namelijk automatisch voor dat op basis van de voorafgaande 24 uur onze luchtvochtigheid op een comfortabel niveau blijft en we hierdoor continu een goede en gezonde luchtkwaliteit hebben in de woning. Optioneel kan ook een CO2-sensor worden toegepast. We zien dat er steeds een gedeelte van de warmte verloren gaat bij de ventilatie. Deze warmte wordt echter teruggewonnen door middel van een kleine warmtepomp die energie aan deze luchtstroom onttrekt en gebruikt voor de productie van warm water.
Het water in de ingebouwde boiler van 180 liter bereikt hierdoor een temperatuur van 55 graden. Bij gebruik van warm water zal nieuw en toegevoerd koud water direct weer worden verwarmd. De standaard ingebouwde anti-legionella-functie zorgt er automatisch voor dat op een vast in te stellen tijdsinterval de temperatuur van het water in de boiler voor een korte periode wordt verhoogd, zodat de legionella nooit een kans krijgt. Aan de onderzijde van de boiler wordt optioneel de mogelijkheid geboden om een warmtewisselaar te plaatsen voor de aansluiting met zonnecollectoren. Wanneer het water in de boiler de gewenste temperatuur heeft bereikt, is het mogelijk om met de kleine ingebouwde warmtepomp nieuwe en verse toevoerlucht extra te verwarmen. In koudere periodes kan de passieve warmtewisselaar de buitenlucht onvoldoende verwarmen om een optimaal comfort te bereiken. Daarom zal de aanwezige condensor in de warmtepomp automatisch ervoor zorgen dat deze koude toevoerlucht een comfortabele temperatuur krijgt. Dit noemen we dan comfortverwarming en is bedoeld als aanvulling op het centrale verwarmingssysteem zoals de vloerverwarming of infraroodpanelen die gekoppeld zijn aan de Compact P. De Nilan Compact P zorgt automatisch voor de juiste en gewenste temperatuur, zowel bij verwarming als bij koeling. Hierdoor is het toestel voorzien van een bypass die automatisch wordt aangestuurd op basis van de gemeten binnen- en buitentemperatuur. Als bijvoorbeeld iedereen in de morgen de woning verlaat. Buiten is het 14 graden en de zon schijnt volop. De binnentemperatuur in deze laag-energiewoning met ramen aan de zuidkant zal als gevolg hiervan stijgen. Het toestel detecteert deze temperatuurstijging en zorgt er automatisch voor dat de ingestelde en gewenste temperatuur wordt behouden. De bypass wordt geopend en frisse, verse buitenlucht wordt in de woning geleid. Wanneer het bewolkt wordt en de zon niet meer verwarmt... Modern IT users demand permanent access to real-time information anywhere, anytime, and from any device. They expect simplicity and ease of use with maximum flexibility.